Mijn naam is Art Boksbergen, ik ben afgestudeerd in 2011. Mirat Palais, afgestudeerd in mei 2015. Ik ben Ivo van der Zwan, afgestudeerd in 2014. Workshop staat voor verschillende dingen. Het is een werkplaats, het is een ambachtelijk laboratorium, hoe we het soms wel noemen. We hebben naast ons kantoor hebben we ook echt een werkplaats hier verderop, waar we aan modellen werken, et cetera. Een workshop staat ook voor samenwerken. Samenwerken intern, maar samenwerken extern en leren van expertises aan tafel. We hebben heel lang met elkaar in aanloop op het oprichten van workshop overlegd van ja, wat bindt ons nou, wat is nou wat wij met z'n drieën goede architectuur vinden. En uiteindelijk waar we elkaar echt gevonden hebben, ook in formulering daarvan, is dat wij vinden gebouwen interessant die een bepaalde gelaagdheid hebben. En waar wij met ontwerp proberen rekening mee te houden, is om op zoveel mogelijk vlakken liefde en kwaliteit aan zo'n project toe te voegen. En wij proberen dat te doen door extra te letten op stedenbouwkundige context, materiaaleigenschappen, het gedrag van de gebruiker. De toekomst, dat is onze manier om duurzaamheid te benoemen eigenlijk. Om het processen mee te ontwerpen. Wij willen graag eigentijdse architectuur maken, maar niet een soort UFO's die alleen maar op zichzelf staan. Dus wij proberen een beetje met dingen mee te ontwerpen in plaats van er tegenin. Ik had al een tijdje een eigen bureau. Met een paar mensen in dienst en ik ben eens rond gaan kijken omdat ik toch op zoek was naar iemand om mee samen te werken en een sparringspartner, inhoudelijke sparringspartner te hebben en ook iemand om eigenlijk samen mee te ondernemen. En eigenlijk daarop heb ik Ivar benaderd en wij hebben samen Milan weer benaderd en zo zijn we eigenlijk met z'n drieën van start gegaan. We zijn alle drie verschillend en door ons bij elkaar te zetten maken we eigenlijk elkaars werk beter, dus uiteindelijk ja, levert dat beter werk op en zou je kunnen zeggen een beter bedrijf. En aanvullend merk ik ook dat als je grootschalige projecten doet, dan vinden ontwikkelaars het fijner om met een bedrijf te maken te hebben dan met één iemand met een werknemer, bij wijze van spreken. Wij zijn nu een VOF, vennootschap onder firma, en met eigenlijk drie gelijkwaardige vennoten. We hebben nu nog de schaal dat we alles kunnen overleggen en dat vinden we ook wel prettig eigenlijk. Ik denk Ivar en ik hebben allebei, zijn we al een tijdje onderweg als zelfstandig ondernemer, dus we hebben best wel wat wel achter de rug qua ervaring. Uit mijn vorige bedrijfstak heb ik nog allerlei vrienden die al veel eerder dan ik een bedrijf zijn begonnen. Dus voor mij is het een kleine stap om aan die mensen af en toe advies te vragen. Ja. En we hebben overigens ook een raad van advies als workshop architecten. We hebben een aantal mensen, een hele goede stedenbouwer, een hele goede architect, een hele goede ontwikkelaar, een hele goede journaliste en de directeur van Arcam hebben gevraagd om ons regelmatig op jaarlijkse basis uit te adviseren. We hebben altijd één aanspreekpunt voor het project naar buiten toe, maar het ontwerpen proberen we zoveel mogelijk met z'n drieën te doen. Soms werken mensen met z'n tweeën aan een project, maar de derde die komt er dan een paar keer per dag wel even achter staan om het te bespreken. Sinds we gestart zijn hebben we elke woensdag een, ja, je kan het zeggen, een acquisitiegesprek ingepland. Dus wij zagen het niet per se als een acquisitie, maar meer als reflectie. We hadden een visie op papier gezet. En we proberen elke woensdag bij een collega-architect, een ontwikkelaar of een woningbouwcorporatie of iemand anders in ons werkgebied te bezoeken en onze visie te presenteren. En wij leren van hun reflectie. Zo hebben we wel veel contacten gelegd en van ons laten weten dat we er zijn. In die zin is de academie voor ons ook echt heel belangrijk, het netwerk wat we daar hebben opgebouwd. We zijn natuurlijk nu als startend architect, wij willen zo groot mogelijk, zo interessant mogelijk opdrachten doen, maar daar ben je niet altijd meteen geloofwaardig op die schaal. En bijvoorbeeld met het project dat we hebben gedaan voor Erasmusveld, dat we hebben gewonnen, daar hebben we oud hoofdarchitectuur van de academie, Magiel Spaan, die heeft ons daar als adviseur en ook formeel, hij heeft ook een rol gespeeld in dat proces, heeft hij ons terzijde gestaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, ook succesvol gebleken.
ga ervoor. Opdrachtgever wil iemand die er die vol voor iets gaat. En ik geloof ook dat als je dat doet, als je die stap zet, dat je dan het verste komt. Ja, sta open voor advies. Want in je eentje kun je als architect een hele mooie tekening maken. Maar je kan geen gebouw bouwen. Het handige is om erachter te komen waar je goed in bent, maar ook waar je slecht in bent. Dat is fijn, überhaupt fijn om te weten om verder te komen. En op de academie, ja, ik bedoel, wij hebben als bureau zoveel aan de academie gehad. Kijk goed om je heen op de academie. Zijn er mensen met wie je mogelijk voor jezelf zou willen beginnen? En zijn er docenten die je verder kunt helpen? Ja, maak gebruik van het academienetwerk.